Goedenavond iedereen. Het is hier al iets warmer dan buiten, maar het blijft hier toch fris. Meneer Ferreira krijgt als eerste het woord voor uw analyse. Ja, niet veel te zeggen. We hebben verloren tegen een betere ploeg. We hadden vanavond geen enkele kans om de wedstrijd te winnen. En de grootste frustratie is voor mij dat we wisten perfect op welke manier Cercle Brugge kan scoren. En ze hebben exact op die manier gescoord. Lange throwing, lange bal in 16, derde man, lange bal in 16, kopbalduel. Dus dat is de enigste frustratie. Maar over het resultaat er is absoluut niks te zeggen. De tegenpartij was beter en ze hebben verdiend gewonnen. Dank u vriendelijk, meneer Ferreira. Meneer De Boek. Ik denk dat de milieu het juist zegt. Ik denk dat Cercle Brugge vandaag vooral een sterk team was. Met heel veel collectieve druk naar voren. En dan weet je natuurlijk dat je heel veel betwistbare fases krijgt in de 16 meter van de tegenstander. En daar hebben we er vrij snel twee van kunnen benutten. Het eerste doelpunt denk ik is een prachtdoelpunt, een mooie aanval, maar dan ook de center is perfect uitgevoerd, de kopbal is perfect uitgevoerd. Het tweede is dan een standaardfase en ik denk dat er nog genoeg mogelijkheden waren waar we misschien iets meer hadden kunnen mee doen. En ja, dan krijg je natuurlijk met rust zo'n gevoel van 2-0, waar gaat die wedstrijd naartoe? Maar als ik dan zie hoe dat we uit de kleedkamer komen en dat dan de mooiste aanval van de avond denk ik nog gestuurd wordt door twee prachtige reddingen van Koppen. En dan achteraf hebben we de wedstrijd rustig kunnen controleren en de score verder uitdiepen. Maar ik denk dat dit Cercle Brugge vooral op een, en dat is niet alleen vandaag, dat was ook tegen Racing Genk zo, op een zeer volwassen manier omgegaan is met de situatie die werd gecreëerd door heel veel druk naar voren. En daarom ben ik natuurlijk een zeer tevreden trainer, want dit heeft te maken met een progressie die je maakt en niet alleen met de wedstrijd de 90 minuten op zich. Goed, wie heeft er een vraag? Okay. Een vraag voor meneer Ferreira, want hij wil vertrekken. Okay. Goed, vragen voor meneer De Boek? Ja. Verschil misschien tegen Henk, de tegenstander kreeg nauwelijks een kans vandaag. Ja, eerst zelfs een paar schoten van op afstand en ik denk dat, kijk, dat maakt ook weer, zoals ik zei, die progressie. Als je ziet, Bram Verbies moet geen enkele bal pakken, maar hij moet er dan één schitterende redding doen. En hij is dan ook aanwezig. En als daar in het verleden misschien voor Bram het probleem lag in wedstrijden waar hij weinig werk had, om dan ook nog het verschil te maken, ja, dan moet ik zeggen, chapeau, want daar heeft die jongen op dit moment de grootste progressie gemaakt. Nog iemand? Glenn, de eerste ronde was vooral qua resultaten niet goed. Dan hebben jullie de kans voor de top 6 verspeeld. Dus nu zit je 21 op 24. Ik zie niet waarom dat we die kans verspeeld hebben. We hebben inderdaad slechte resultaten neergezet. Maar die kans is nog niet verspeeld, die kans is nog altijd aanwezig. En zolang dat die kans aanwezig is, moeten we daar gewoon rekening mee blijven houden. Ook al ben je afhankelijk van een aantal factoren. En ik meen mij te herinneren dat er een ploeg is die in degradatiegevaar zat. Die al dacht aan de 3 punten van Moeskroen of de 6 punten van Moeskroen te recupereren. En ik denk dat wij daar toch eens moeten over nadenken. Als Cercle Brugge morgen 6 punten bij krijgt, dan ziet de situatie er iets minder somber uit dan ze actueel is. En ja, we zullen wij zien op de juiste tijd, de juiste gepaste tijd, wat we daar moeten mee doen. Maar ik vind dat Cercle Brugge met voetbal dat hem speelt, met de attitude dat het constant aanneemt in de Belgische competitie, een ploeg is die daar niet zou misstaan. En als we dan de na-competitie of de play-off 1 zouden missen, puur omwille van 3 punten die we kwijt zijn, maar waarvoor we wel geknokt hebben,
dan denk ik niet dat we dat maar zo moeten achter ons laten. Alsjeblieft. Ik zal daar nu geen uitspraken over doen. We gaan daar eens in het bestuur over beraden. Ik moet zeggen, de twee vorige keer dat we gedreigd hebben, één keer met een rechtszaak en één keer met een andere heibel, hebben we twee keer gelijk gekregen. Dus misschien is die keer scheepsrecht, ja. Nog iemand? Dan hoop ik u een warme thuiskomst te kunnen vinden en zien we elkaar terug woensdag over 8 uur.